Grondconversie zal bij wet worden behandeld. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen dinsdag weten in de Nationale Assemblée bij het beantwoorden van vragen tijdens de afsluiting van de algemene politieke beschouwing. Hij benadrukte dat er binnen de coalitie overeenstemming is om grondconversie bij wet te behandelen. En het is, en er is overeenstemming om vooruitlopend daarop alvast bij staatsbesluit uit te voeren. Dus wij kijken uit. Wij kijken uit naar die behandeling hier. Maar er is overeenstemming met betrekking tot die criteria van 2500 vierkante meter. En niet zoals enkele leden hier zeggen 500 vierkante meter. Dat is een grove leugen. Meneer voorzitter, 2500 meter. Sorry, 2500 vierkante meter. Maar tegelijkertijd hebben we ook afstemming, namelijk dat het grondrechtenvraagstuk goed behandeld wordt. En de boodschap is duidelijk. Men wacht op die regering met die nota van wijziging. En wij zullen ervoor zorgen dat die nota van wijziging as quick as possible komt. Het staatshoofd geeft verder aan dat het staatsbesluit over grondconversie niet helemaal nieuw is. Volgens de president bestond het staatsbesluit er al en dateert uit 2009. Deze draagt de goedkeuring van coalitie, oppositie en de vakbeweging. Nu komt het. Zelfde staatsraad met ongeveer dezelfde samenstelling. Komt niet plotseling tot andere inzichten. En dat er nieuwe zaken in moeten komen. Heel wat van die dingen hebben we overgenomen, meneer de voorzitter. Maar we gaan grondconversie aangepast uitvoeren op basis van diezelfde geest. Bekijkt u het maar, die grondconversie van 2009 waar hij toestemming aan heeft gegeven. Dezelfde geest, meneer voorzitter, wat erbij is gekomen en dat ga ik vandaag ook aanhalen. Daar stond ter grondconversie voor 30 euro per vierkante meter. Zo wilt u de Surinaamse burger helpen, meneer de voorzitter? Niet deze president. Deze president gaat het Surinaamse volk helpen. Deze president gaat de arme mensen die 30 euro niet kunnen betalen helpen, meneer de voorzitter. De president zegt dat hij de arme mensen wil helpen. De grondconversie die nu geldt is volgens de president deel van een sociaal programma.